Mijn rapport. Goed, voldoende. Joep en mama gaan een cake bakken. Nee. Ik heb... Goede pieten pakken! Nou, dit was geen goed idee. Er was eens een meisje van het Twentse platteland. Ze verhuisde naar het Gooi met haar blonde muzikant. Joehoe. Ze scheurt van rot naar her voor presentaties en voor shoots. Oh my god! Ze houdt alle ballen in de lucht met muk, jodet en snoet. Ze neemt je elke vrijdag mee. Yes. Om 5 uur. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Een beetje in het donker. We staan in de badkamer, een beetje hol hier. Maar de lampen doen het eventjes niet in de rest van het huis. Heel leuke smart home. Moet wel allemaal mee werken natuurlijk. Maar goed, ja, we zijn nu bezig. Maar ik dacht, ik moet het even filmen voordat alle kinderen komen binnenstormen. Nou, deze week een vlog natuurlijk met het Sinterklaasjournaal. We zitten klaar voor de optocht. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij ons zitten ze allemaal... Ja, ze slapen dan ook niet meer zo laat. Het is echt een beetje spanning. Je merkt dat er een beetje wat stress komt. En ze hebben er heel veel zin in, maar ze staan gewoon een beetje te stuiteren. Nou ja, dat was ook een reden voor ons om een soort van planner te maken. Een aftelkalender te maken naar Sinterklaas. Zodat de kinderen even duidelijker weten... Oké, dan is de intocht. Dan mag je je schoentje zetten. Dan is pakjesavond bij ons. Dan even bij opa en oma. Zodat het even een soort van duidelijk is wat er op de planning staat. Ze willen ook elke dag pakken aan voor Koele Piet. Nou is dat wel een leuk pak, dus ik vind het niet erg. Of ze willen een voetbalpak aan bij ons. Nou, ik ben die moeder die altijd heeft gezegd, mijn kinderen gaan niet in voetbalpakken. Nou, thuis dus wel. Maar misschien ook maar beter, want wij wonen hier natuurlijk buiten, zeg maar. Dus ze worden heel snel vies. In die voetbalpakken kun je gewoon veel makkelijk schoonmaken. Dus op zich ben ik daar wel blij mee. Maar goed, verder natuurlijk niet. Ja, deze week zit er natuurlijk ook alweer voetbal in de vlog. Ja, we zijn toch ook lekker veel buiten geweest. Lekker gewandeld. En nou, wel een beetje genoten van als het niet regent om naar buiten te gaan. En verder ja, heel druk gehad met Poespas. We zijn heel veel producties aan het draaien voor eigen kleding. En inkoop. En we hebben iets heel impulsiefs gedaan. Ik weet niet of ik het al mag verklappen. Nou, misschien bij jullie, maar dan mogen jullie ook niet verder vertellen. Maar de pop-up komt terug. Op dezelfde plek. Het pand staat er nog, was nog steeds leeg. We kunnen er eigenlijk zo weer in. We moeten er natuurlijk al wel aardig wat voor doen. We gaan de weekenden in december gaan we open. Dus dat betekent 1 december. Of elke vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 5. En in januari, de eerste 2 weken van januari, of de eerste week, ik weet niet meer precies, dan sale. Dus we zijn helemaal klaar als een soort van ja, Sinterklaas kerst cadeauwinkel. Plus alle kleding natuurlijk. Dus daarom moest ik ook helemaal extra gaan inkopen natuurlijk. Ja, deze beroemde trui met strik, die gaat er natuurlijk ook zijn. En die panties is niet uit te slepen bij ons. Ingevoerde panties. Ik moet zeggen dat ik de legging nog fijner vind om ik er mijn eigen sokken aan kan doen. Dat vind ik altijd wel prettig. En dan heb je nog wel iets minder kans dat het iets op beschadigt. Ik ben er echt dol op. Ik draag nooit rokjes en shortjes. En nu alleen maar. Dus voor mij is het echt een hele lekkere afwisseling. Vooral met wat snowboetjes eronder. We hebben daar leuke snowboetjes. Of die soort van UX eronder. Ik ben wel blij met de trend van nu met lekkere wijde truitjes. Meteen even teruggekomen, jullie hebben mij echt massaal gevraagd naar hoe ik dat heb gedaan, kinderen, van de iPad af. Nou, ze keken eigenlijk best wel vaak iPad, vooral 's ochtends. Er was altijd een strijd om op tijd klaar te zijn en voor de school, met de ruzie en want ze had het spelletje nog niet af en weet ik veel wat. Het was helemaal niet gezellig. Dus ik heb heel rigoureus, zo heb ik het gedaan. Ja, we doen geen iPads meer, we gaan in de kast. En ik heb ze ook gewaarschuwd ervoor. Ik heb de kinderen gezegd, 's ochtends gaan we het op mijn manier doen. Dus 's ochtends kleden ze zichzelf aan. Ja, dat heb ik natuurlijk nog niet, maar wel mukkie op de kleding leg ik de avond van tevoren al klaar. Dat deed ik eigenlijk altijd al. Daar gaan de kinderen heel goed op. Soms 7 uur wakker worden. Ik geef ze doen nu een beloningssysteem, omdat ze elke keer niet om 7 uur wakker werden, maar elke keer 's nachts bij ons in bed kwamen liggen. Dat wilde ik ook niet meer. Dat heb ik ook rigoureus veranderd. Dus elke ochtend als ze tot 7 uur slapen, heel nacht op de dag slapen, krijgen ze een sticker. En na zoveel stickers, dan krijgen ze een cadeautje. Nou, dat hebben ze gehad. Dat was dus het Pieterpak.
En dat gaat heel goed. Dus dat ritme heb ik erin. En voor de iPad, 's ochtends heb ik gezegd, oké, 's ochtends gaan we eerst aankleden. Ik doe jullie haar. Jullie gaan dan een soort van kant-en-klaar naar beneden. Ik wil graag dat jullie eerst hebben gegeten. Nou ja, die smeert 's ochtends het brood voor de kinderen. Jullie gaan eerst eten en als jullie het dan op hebben, dan zetten we de televisie aan. En dan zetten we gewoon de televisie aan wat er op dat moment op televisie is. En Zeppelin zetten we vaak aan, zodat ze ook niet allemaal ruzie kunnen maken over wat er op televisie komt. Moeten ze gewoon maar kijken wat er op is. Nou, gelukkig is dat nu natuurlijk het Sinterklaasjournaal nog een keer, wat ze natuurlijk wel gezellig vinden. En ze vinden Freek ook wel heel erg leuk om naar te kijken, Freek Vonk. En het is maar gewoon wat het is. En als ze dan klaar zijn, dan mogen ze mij nog eventjes spelen. En ze zijn echt continu bezig met Kapla. Kapla is by far nu bij ons een favoriet iets. Ineens. En ze bouwen echt van alles samen. Ze spelen sowieso heel veel samen. En ook met vriendjes hier in huis. Het is echt buiten en dat. En tekenen doen ze heel erg veel. Ze zijn echt veel liever geworden sinds het geen iPad meer is. Ook kindjes die bij ons komen spelen weten ook, er is geen iPad. Wordt ook niet nagetaald, wordt niet meer gevraagd. Gaan lekker naar buiten weer. En ze zijn gewoon met elkaar aan het bouwen, aan het knutselen en tenten aan het bouwen en weet ik veel wat. We hebben het huis ook een beetje op de kop gezet. We hebben de bank aan de andere kant neergezet, waardoor we ineens ook veel meer ruimte hebben in de kamer, waardoor ze ook lekkerder kunnen spelen. Plus, nadat we die iPads dus niet meer hebben in de ochtend, eten ze ook gewoon sneller hun eten op. En 's avonds deden we ook wel een iPadje bij het eten, omdat ze dan beter gingen eten, is ook niet meer nodig. En ook voor ons goed is dat de telefoon dan weg is, want ja, wij zijn natuurlijk de veroorzakers daarvan. En ja, ben ik zeker, want wij werken heel veel op onze telefoon. Dus ja, zeker zijn we verslaafd aan die KUT-dingen. Maar goed, het is, dit is onze computer, alles in één. Het is voor ons heel belangrijk voor ons werk. Maar het is ook wel eens goed om dat los te laten. En ik moet zeggen dat het goed gaat. Verder, hoe gaat het met Jaap? Nou, Jaap is bijna klaar voor Mensheld. Yay! 22e heeft hij de shoot. Deze hele week mag hij geen rijst meer eten. Alleen kip en groente mag hij. En de groente is dan spersieboontje of paspruitje. Dus het is echt niet te doen. Verder mag hij niets. Dus hij wordt echt helemaal droog getraind de laatste tijd. Maar hij is zo ziek. Hij is heel verkouden. Hij zit helemaal vol. Alles zit gewoon dicht. Maar deze week is het nog wel even lastig, want hij heeft twee grote optredens staan, vrijdag en zaterdag. Voor jullie dus vandaag en morgen. Maar hij kan nu, hij hoort ook niks. Zijn oren zitten ook helemaal dicht. En hij ziet zo op, omdat hij niet weet hoe die gaat klinken. En of hij zichzelf kan horen. En zich echt niet lekker voelt. Dus de hele tijd aan het hoesten en weet ik veel wat. Ja, hij is gewoon ziek. Ik merk wel dat hij heel blij wordt dat hij ziet dat hij zoveel discipline heeft en dat het werkt. En dat hij na al die jaren, want vroeger was hij natuurlijk super dik. Dat hij zoveel is kwijtgeraakt en dat hij controle over zijn lichaam heeft. En dat is het belangrijkste. En dat allerlei mensen, wat ik heel irritant vind, dat wil ik nog even met jullie delen. God, dit is eigenlijk een vlog waar ik alleen maar praat. Ik kreeg een filmpje van Instagram van RTL Boulevard over Jaap. Dat Jaap geïnterviewd werd over Mens Held en over een nieuwe single, een kerstsingle. Wat dan weer zo wordt vergeten, de kerstsingle. Maar alleen maar negatieve reacties daaronder. Van hoe slecht hij eruit ziet en hoe slecht het voor hem is. Maar echt, ik zeg, ik breng het nu al aardig. Het is gewoon niet oké hoe mensen reageren. Het is gewoon niet oké. En ik vind het zo erg, want Jaap heeft vroeger... hij was niet voor niks zo dik. Hij heeft echt veel verdriet gehad en veel gedoe gehad thuis. En hij is op een gegeven moment heeft diezelfde beslissing genomen om af te vallen. En dat is hem gelukt toen. Maar daarna ging hij natuurlijk een beetje zo, maar nooit meer die 112 kilo wat hij toen woog. Maar hij wilde gewoon de roer om en hij was nooit gelukkig als hij op het podium stond en dat het shirt aan zijn lijf bleef plakken als hij zo deed van handen omhoog. Hij was altijd onzeker, hij durfde ook niet goed in de zwembroek en het is altijd, hij was er altijd toch wel mee bezig. En hij was er gewoon ongelukkig over, dus ik ben heel blij dat hij dit zo heeft kunnen doen. Het is echt zijn eigen traject, hij heeft zelf die trainer betaald. Hij krijgt er niks voor. Hij doet het niet voor die cover, want dat boeit hem helemaal niks. Hij doet het omdat hij dan dat hij zijn doel heeft bereikt. En dat mensen daar dan van alles van gaan vinden en zelfs zeggen dan over zijn gebit. Net alsof hij een nep gebit heeft. Ik bedoel, dat is altijd al zijn gebit geweest.
Alsof hij allemaal van die neptanden heeft. En dat hij dat allemaal weer moet veranderen. En dat hij ziek eruit ziet. En dat hij, nou echt, ze verwensen van alles. En hoe lelijk ze hem vinden, et cetera. En nu, ik kan er niet meer tegen. Ik kan niet meer tegen dat mensen zo naar zijn. Het is zo pestgedrag. Hou gewoon je smoel. Als je niks hebt toe te voegen of wat dan ook. Het is gewoon niet eerlijk. En het is ook niet leuk, want de mensen die daaronder dan weer reageren. Dat brengt altijd goed doen met zich mee in strijd. Je hebt het over een mens. Je hebt het over een vader van kinderen. En een man. Maar ja, ik wilde er iets over posten. Maar dan krijg ik natuurlijk weer een hele wind van voren. Ook geen zin in. En ik vind het ook niet leuk omdat het dan weer daarover gaat in plaats van hoeveel goed je het doet. Dus ik doe het even hier. Ik had het even nodig om het te vertellen. En ik hoop dat jullie mij begrijpen. En ik vind reacties heel leuk. En tips vind ik ook fantastisch. En complimenten zijn ook heel leuk om te geven. En ik zit nu helemaal niet te wachten op complimenten. Maar ik vind wel dat jij complimenten verdient. En ja, ik ben een leeuwin. Dat is mijn sterrenbeeld. En ik sta voor mijn gezinnetje. En als iemand daar pijn en last van heeft, dan word ik een hele erge leeuwin. Sorry, ik moest het even kwijt. Maar goed, ik hoop dat jullie de vlog nog wel willen kijken. Ja, veel plezier ermee. En ik hoop dat jullie een fantastische intocht hebben. En als jullie Sinterklaas niet vieren, snap ik dat ook. Maar ik vind het heel leuk om dit te beleven met de kinderen. Op de nieuwe manier. Niet op de vroegere manier. Oké, jongens. En oh ja, nog één ding. De oorlog. Ik vind het vreselijk wat er is. De beelden, ik kan het gewoon niet aan. Ik kan het vooral niet aan omdat ik er niks aan kan veranderen. Ik ga geen statements maken over politiek. Ik vind dat het verschrikkelijk is hoe ze met de kinderen omgaan. En met de gezinnen. Gewoon überhaupt met mensen omgaan. Er speelt zoveel in de wereld nu. Het is echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En als mensen denken dat ik me daar niet mee bezig hou, dan is dat ook, dan zijn het ook vooroordelen en dat zegt het meer iets over jezelf. Want ik ben daar zeker heel erg mee bezig. En Muk ook. Muk die voor het slapen gaan, zei hij van de week. Ik wil een hele grote stoel midden op de wereld. Daar wil ik opzitten met een hele grote microfoon. Die zoveel geluid maakt dat iedereen het hoort over de hele wereld. Dat ze aardig tegen elkaar moeten doen. Want het is niet lief hoe ze met elkaar zijn. Misschien niet doen mensen alleen maar pijn. En waarom zou je mensen pijn doen? We moeten mensen helpen. En dat is precies dat ik heel trots ben dat mijn kind is. Want dat is de enige boodschap die wij maar moeten verkondigen met elkaar. We moeten lief voor elkaar zijn. We moeten elkaar helpen. In plaats van het leven zuur maken. Tot dusver de politieke boodschap. Ga niet in. Lekker veel hooi op de vork. Ach ja, ja, de Kim weer. Kolder in de kop. We hebben de bank hier neergezet. Want de kinderen zitten altijd op de bank. Wij kijken nooit televisie. We willen liever aan de tafel zitten. Dus hier moet denk ik een andere tafel. En we konden niet bij de open haard zitten. En nu wel. Wat vind je ervan, Ted? Mooi? Woody! Nou, ik denk dat het wel tof is. Even puntje op iemand natuurlijk. Nou, ik ga snel werken. Doei! Ik heb een rapport. Wat? Ben je blij? Nee. Goed. En dan? Goed, voldoende. Goed. Goed, voldoende. Ruim voldoende, goed. Goed zo. Goed. Ruim voldoende, goed. Ruim voldoende. Je bent een echte sportieve inspiratie voor ons allemaal. Bedankt voor je inzet. Hier, lees je hem even voor. Muziek, deze eerste periode. Periode hebben we veel gezongen en geoefend met actieve luister. We hebben geluisterd naar de verschillende instrumenten, motieven van sportiefs. Procafiefs. Peter en de Wolf. Oh my god. Super schatje. Niet normaal. Echt zo trots op jou. Goed zo, Finn. Hey Joep, tegen wie ga je spelen vandaag? Nice. Zweden. Oh. Ga jij scoren? Ja. Oh, een goede keeper. Hey Stijn, wil je nog een penalty?
Zit Maarten doen? En Maarten doen. Dan gaan we snoepjes halen langs de deur. Poepen halen. Ja, leuk hè? Ja. Doei. 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 Nou, we zijn er klaar voor over Sint Maarten. Nee. Oh, ze zijn hier. Zeg lampje. Hey, Joep. Jullie moeten wel heel hard zingen nu, want het is de laatste keer. Heel hard zingen. Zo hard als je kan. Ja. Goeie catch, jongens. Goeie school, hè? Hi, Ted. We zijn lekker op de hei. Aan het wandelen. Hoe lang ze het volhouden natuurlijk, de kleintjes. Het is zo mooi. Ik vergeet dat gewoon vaak. Om de hoek. Zo prachtig. Heerlijke temperatuur ook. Wat heel gezond. Stenen. Lekker stenen. Kom Ted, neem hem maar mee. Kom. Hij snoert. Joep en mama gaan cake bakken. En ik heb een bedrijfjes. Hij heeft heel mooi dingen. En ik heb al dingen. Ja, doe maar. En melk? Er staat op jouw lijstje. Nog eentje? Nog één dinges? Nee, wachten. Hij moet er helemaal weer in. Dus het mag helemaal in stukjes en dat mag. Oké, doe ik. Oké, en dan het zo. Ja? Nee, andersom zo. Oké. Joep, wat heb je voor mooi schort en wat heb je nog meer? Een handschoen. En een? Een theedoek. Daar ben je helemaal blij mee, hè? Ja. Iets harder. Tikken. Ja, of op het hoofd van Maasie. Ja, mag ook. Nou, zou ik niet doen, want hij is rauw. Oh, zie je, dat bedoel ik. Hier, dit moet ook in.
En geen schillen, hè? Hé, maar... Dat is toch een schil? Oh, dit gooi ging door. Het goed, Masi? Ja, het ging bijna goed. En de schil? Nee, de schil zit er niet in. Zo, hier eentje. En daar een vinger. En nou, druk maar in. Ja, zie je? Nou is die goed. Ah, maar het is aan mijn handen. Ja, dat geeft niet. Dan kan je zo weer wassen. Gelukkig heb je net je handen gewassen. Nou, Mali, zo moet het niet. Ja, moet je kijken. Nee, wat mooi, hè? Ja. Ik ben er in, maar ik weet niet wat ik nu moet geven. Oh, jij doet huiswerk, hè? Oh, kijk uit, Ted. Wat is het? Kijk uit. En het heel schuim. Rechtsop. Mama, ik heb een kippen. Kijk eens hier, jongens. Kijk eens hier. Goed van jou, Ted. Tweede gerecht, banaanbrood. Zo, toch? En straks ook nog pannenkoeken. Nou. Nou, die is goed gelukt, hoor. Gaat het goed of moet ik je helpen? Het gaat goed. Dan een beetje helpen, mama. Is goed, schatje. Zal ik de plank vasthouden? Ik denk dat het... daarin juist. Nee, die moet hierin. Eerst. Je lijkt wel ratatouille, hè? Hoe heet die ook weer? Van ratatouille, die rat? Emiel. Emiel. Oké. Ben jij dan Emiel? Nee. Ja, perfect. Oké. Die nog een beetje zachtjes doorroeren. Een goede troep hier. Goede troep. Ja, en dan mag het hierin. Het lijkt een spuug. Ja, dat klopt. Wat lekker spuug dan. Is het zwaar? Een beetje. Mama even helpen of niet? Nee hoor. Kan ik veel. Nou, het belangrijkste is van kusjes, van dit maken, is liefde erin te gooien. Ik ben de bakker. Ik ben de bakker van Ratatouille. Ja. En wist je wel dat ik uit een bakkersfamilie kom? Echt? Ja. De opa en oma van jouw oma, dus van mijn moeder, we waren allemaal bakkers. Alle ooms en tantes, allemaal bakkers. Daarom houden we zo van taart. En speculaas en pepernoten. Ik wil ook bakken daar. Ja? Wil je daar? Ik wil er vandaag niet bakken. Ik heb nog wel aan oma vragen of je een keer met oma mag bakken. Als zij dit ziet, dan wil ze zeker dat je gaat helpen. Mag ik hem erin doen? Kijk uit, hè? Met één hand? Ga ik meer open? Zet hem er maar op. Oeh. Mooi, Ted? Ja. Kijk, papa, we hebben al cake. Dit wat bananenbrood. En daarna gaan we pannenkoeken bakken. Ben je een echte bakker, Joep? Sowieso. Kijk eens, jongens. Hoe goed Joep dit heeft gebakken. Mooi, hè? Serieus, mooi. Joep, hij is ook mooi. Moet je kijken hoe die glans. Kunnen we wel, hè? Kijk hem op. Jij gaat de pannenkoeken doen vandaag. Ja, ik ben koek. En hier zit zeker Joep onderin, of niet? Als ratatouille, hè? Die zit zeker in jouw hoed, of niet? Ja. Ik heb dus PK pannenkoekenpannen. En dat Wolfpiet moet zoeken. Goed, Sinterklaas. Mama vinger. Ajoe. Hier ben ik. Kom even, mama liggen. Hij is gewoon aan het kleien. Zo moet hij daar. Daar moet hij. Oké. Dit moet daar. Prachtig, schat. Het leek eerst een vlinder, maar nu lijkt het iets anders. Nee. Wat is het? Wat heb je gemaakt? Nee, anders. Waar zijn Mukke Joep dan? Mukke Joep is een school. En waar is mama? Mama is daar. Bij? Mom, Ted. Ja,
Mama en Tess. En Tess. En de vriendjes. Wow! Ze zijn de beste vriendjes van elkaar. Is vet cool. Heel vet cool, schat. Ja, oh oh. Oh nee, hè? Muk had gisteren iets heel liefs gezegd, hè? Ja. Toen hij in bed lag. Weet je wat hij wenste? Ja. Hij wou graag een grote microfoon. En dan wilde hij op de helft van de wereld gaan staan op een hele grote stoel. Ja. En dan door de microfoon heel hard praten. Stop met de oorlog. We moeten vrienden worden van elkaar. We moeten lief zijn voor elkaar. Ja. Want dan hebben we allemaal een fijner leven. Ja. Goed hè, van Muk? Ja. Vind ik ook heel lief. Moest bijna een beetje van huilen. Kijk, ik hoor mooi. Ja, jij maakt het heel mooi, schat. En vandaag komt Sinterklaasjournaal, hè? Ja. Duwtje Blok. Jongens! Kom zitten hier. Wie heeft er ook alweer 7 dagen lang goed opgeslapen? Ja. Ik. Wie heeft er zin in? Teddy. En wie heeft er zin in het Sinterklaasjournaal? Ik. Ik. En wie heeft er een cadeautje verdiend? Papa. Ik. Papa. Ik. En wie wil er ook weer graag een Pieterpak? Ik. Waar zit jij naar te kijken? Via het raam. Oh. Ik heb... Goede Pieterpak. Goede Pieterpakken. Ik dacht. In plaats van Pieterpak. En jullie mochten bij het Sinterklaasje. Ja, jullie mogen hem nu aan. Kijk eens even. Wie zijn nou? Dit is Koele Piet. Ja, Koele Piet. Ja, zo. Koele Piet, hè. Kijk eens even hoe mooi. Piet. Piet. Kijk eens wie er bij me langskomen in de wiep. Boekjes inleveren. Dus die boekjes wil je meer? Ja. Dan die. Oké. En jij dan, Sam? Vroeg dit boek. Oh, jongens. Spannend, hè? Hé, jongens. Ik heb goed nieuws voor jullie. Kijk eens naar mij dan. Ga eens dichter bij elkaar zitten. Wat denken jullie ervan? Papa, vertel jij het maar. Muk weet het al. Ja, Muk weet het stiekem al. Vinden jullie het leuk om 2 schaapjes te krijgen? Baby schaapjes? Dat weet ik al. Weet jij dat al? Heeft Muk het al aan jou verteld? Nee, dat heb ik zelf bedacht. Oh. Oh, maar we krijgen dus babyschaapjes zelf hier in de tuin. Wat vind je ervan? Mooi. Wat zei je? Jij zei misschien. Ja, het gaat door. Weet je wel de naam? Leo. Leo. We hebben een schaap en een hond. Ja, we krijgen een boerderij. Kijk eens even. Die? Ja, die 2. Zijn die van opa en oma? En ze zijn tweeling. Nou, eigenlijk zijn ze drieling. Want dit is de moeder. En dat zusje. Joep, hoe gaan ze noemen dan? Weet jullie nog een leuke naam? Hoe vinden jullie ze? En wil je ook een foto zien hoe ze net geboren waren? Stumpje. Kijk dan. Stumpje! Waar was Stumpje? De boerderij is Zutphen. Drieling, zie je? En weten jullie haar een naam? Nee. Felix. Felix? Hoezo Felix? Nee. Nou ja, goede suggestie. Kinnen. Ja, is toch goed. Kinnen? Kinnen. Of Bambi. Bambi. En wat wil jij dan? Jij wil zeker Hakuna Matata, of niet Ted? Ik wil. Hé, ik heb een goed idee. Mbappé. Nee. Joep, zullen we er eentje je moeder heet Henk noemen? Ja, hallo. Hallo, ik ben je moeder heet Henk. Hé, ik heb goeie. Jacqueline en Jan. Dat is veel te verwarrend. Dan moeten we zeggen, Jacky, kom dan. Kijk, om te vertellen, Jacky. Kijk. Wat heb je gemaakt? Ik heb je naam van je vriend geschreven, Daan. En wat is dit dan? Een bed waar je kan in liggen. Een bed waar je in kan liggen. En wat heb jij aan het maken, Muk? Nou, ik heb nog niet afmaken, maar ik ga het heel vet maken. Wat dan? Een toren? Is dit een kasteel, Joep? Ja. Nou, Muk, wat is het geworden? Een heel groot kasteel. Tjeetje. Mooier jongens, jullie maken elke keer zulke mooie ontwerpen. Prachtig. Is je zie.
Zijn we weer. Dit is geen masker. Nee. Dit is voor, dat het niet naar beneden valt. Ja. Geen masker. Bedankt, blij maken met een dood vogeltje. Nee. Nee. Het is toch dat de oorschaduw niet naar beneden valt. Ja. We gaan voor rafelkleur. Een rafelkleur, oké. Okay. Ik dacht al. Ja. Voor kerst. En voor de kerstboom. Ja. Nou, dit was geen goed idee. Je haalt het er even in deze bal gebakken. Het is gelijk strak getrokken. Dus het leek leuk. Nee, niet kopen hoor. Hoe heet dat spul? Geen idee.